hoeveel moeten jullie lopen straks? Weet ik veel. 2 of 3 kilometer. 2 of 3 kilometer. Weet ik veel. Per persoon is maar. Ja, zoiets. Dat is wel te doen? Ja, als we trainen wel, ja. En dat trainen doen deze kinderen van de Hertogin Johanna School al wekenlang op de dinsdagmiddag. Zij gaan op 10 juni meedoen aan de schoolestafette van de Maasdijk Marathon. Hun trainer is een van de ouders. We zijn heel fanatiek nu aan het trainen voor de Maasdijk Marathon. Die lopen wij inmiddels voor de 3e keer. En ja, dat is gewoon een jaarlijkse happening. En de kinderen vinden het gewoon zo fantastisch om mee te doen. Het zijn kinderen van groep 6, 7 en 8. En ja, ze vinden het gewoon heel leuk om te doen. Zoals je kunt zien, ze lopen nu enthousiast om ons heen. Dus ja, het enthousiasme is groot. Hoe ver moeten die kinderen straks lopen bij die marathon? Want het gaat om een estafette volgens mij. Het gaat om estafette. Ze wisselen iedere keer. Dus ieder kind loopt een gevarieerd afstand tussen 1,8 of 3 tot en met 3,3 kilometer. En alles wat daartussenin zit. En dat zijn totaal 18 afstanden die gelopen worden. Dus we hebben 18 kinderen die meelopen. Voorzitter Jasper van Wordragen van de Maasdijk Marathon kwam dinsdagmiddag ook even een kijkje nemen op het veldje bij de Bernadette School. Voor die school wordt tijdens het evenement geld ingezameld voor een nieuw speeltoestel op het schoolplein. Hij is blij dat de marathon ook leeft bij de jeugd. Ja, dat is heel goed. Dat is een hartstikke leuk onderdeel natuurlijk, die scholenestafette. En ik vind het wel mooi om een keer te zien inderdaad dat ze dan ook in de aanloop echt aan het trainen zijn voor zo'n dag. En ik sprak net Henk van der Ven, die zei ook van ja, dat is echt, het is wel echt wel een dingetje voor ze. Hè? Waar kun je nou als 11-jarige een marathon lopen? Dat kan eigenlijk alleen in Os. Dus dat houden we er graag in. Dus het is hartstikke leuk om die jeugd erbij te hebben. En op de dag zelf hebben ze dan nog een mogelijkheid om die 1 kilometer loop mee te doen. Dus dat zullen we ook de scholen die deelnemen aan de estafette voorleggen. Van joh, maak nog een soort ereronde met al je kinderen. En dat is dan ook een mooie afsluiting van het evenement weer op zondag. De Maasdijk Marathon is in 3 jaar tijd al flink gegroeid. Zowel wat betreft de deelnemers als het aantal onderdelen waaraan meegedaan kan worden. Zit daar eigenlijk een limiet aan? Ja, nou ja, qua deelnemers kan het de komende jaren echt nog fors vooruit. We hebben ook met elkaar afgesproken dat we toe willen groeien uiteindelijk naar een 5000 deelnemers op die 2 dagen. Ja, daar gaan we wel gewoon voor. En dat doen we met de onderdelen zoveel mogelijk zoals we ze nu hebben. En we zien dat daar ook nog wel voldoende ruimte zit om dat te laten groeien. Nog 1,5 week en dan gaat de 3e editie van de Maasdijk Marathon van start. De kinderen van de Hertogin Johanna School lijken er in ieder geval klaar voor te zijn. Cultuurpodium De Groene Engel legt tijdelijk de voorverkoop stil van voorstellingen die plaatsvinden na 1 juli. Dit om de administratie aan te passen aan de verlaging van de BTW-tarieven voor entreekaartjes. Afgelopen vrijdag werd definitief dat per 1 juli weer het BTW-tarief van 6% gaat gelden, in plaats van het tarief van 19% van afgelopen seizoen. Kaarten die voor 25 mei al verkocht zijn, vallen nog wel onder het hogere tarief. Er wordt gekozen voor stopzetten van de kaartverkoop omdat het achteraf teruggeven van het BTW-verschil een lastige klus zou worden. De Groene Engel wil alle voorstellingen zo snel mogelijk weer online zetten. Wij zijn van de Polderbond. Sam moet even wennen aan alle aandacht. Maar de leerlingen van basisschool De Polderhof kunnen natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan dat Sam wereldkampioen fietscross is geworden. Van harte proficiat met dit wereldkampioenschap. Vorige week donderdag haalde Sam de wereldtitel BMX in het Engelse Birmingham. Op die dag moest ze meerdere rondes fietsen. Eerst moet je 3 keer fietsen en als je dan bij de eerste 4 zit, dan mag je door. Wij moesten dan naar de halve en dan, als je dan bij de eerste 4 zit, dan mag je naar de finale. En in die finale kwam ze als winnaar uit de bus. Voordat Sam begon met fietscrossen, zat ze op turnen. Maar vanwege haar broertje, die ook aan BMX doet, is ze overgestapt. Mijn broertje begon ermee en toen wou ik dat ook. En toen moest ik kiezen, dus of turnen of fietscrossen. Ben je blij dat je hiervoor hebt gekozen? Ja. Eerder werd Sam ook Europees kampioen fietscross. En tja, wat valt er na een Europese en een wereldtitel nog te behalen? Weet ik niet. Nationale kampioenschappen. In ieder geval doorgaan met fietsen? Ja.